En de pastoor, die komt morgen en dan komt ze inwijden. Hier is een krat en dit is allemaal brood waar we getest hebben. En dan zie je allemaal de verschillen. Ja, vanzelfs alles. Ja, dat is denk ik. Ja, ja, ja. Ik ben toch niet van de sportschool, dat hebben wij samen geprobeerd. Hallo allemaal! Wij zijn de Havelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. En het is tijd om naar school te gaan. Dus we zijn onderweg. Het is koud buiten. Voelen jullie het? Ja. Ik kan ook alsof je aan het roken. En jullie hebben geluk, want je mag weer met de auto mee, hè? Mama, je kan ook alsof je aan het roken bent. Laat zien. Kun je het zien? Wij zien het in ieder geval. Wij zien het wel, ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Goed zo. We zijn lekker in de bakkerij. En we hebben dit is altijd een hele speciale week. Want aanstaande zaterdag is het... Zondag. Zondag. 3 november. 3 november. Ja, 3 november. En op 3 november is het Hupkesdag. En Hupkesdag is een dag hier in West-Brabant, ja, dat je hupkes eet. En dit zijn hupkes. Dat hebben we in 4 smaken. Anijs. En dat is ook nog anijs. Rozijn. Ja, kaneel. Vind jij een van de lekkerste? Ja. En wit. En er staat een kruisje op, want het is eigenlijk een heilig broodje. En de pastoor, die komt morgen en dan komt hij ze inwijden. Dat gaan we morgen helemaal in de vlog doen. Hij komt om 12:30. Rechte kinderen uit school komen we naar de bakkerij. Dan gaan we dat laten zien. Dan doet hij zo'n een gebed erover. En dat is echt hier van de regio. Ik denk dat Oude Bos, zeg ik wel eens, dat is het middelpunt van de hupkes. Nou, ik sprak gisteren dus op Insta, waar de mensen uit Tilburg, die kennen het ook, maar dan als Sint-Hubertusbroodjes. Ja, dat is hetzelfde. Ja, het is een beetje tot Tilburg en Bergen op Zoom heeft het nog en dan heb je het eigenlijk wel gehad. Dat is, mijn broer zit in Prinsenbeek met zijn bakkerij en die verkoopt gewoon minder hupkes dan dat wij doen. Dus wij zijn echt wel, Roosendaal verkoopt ook heel veel. Ja. En het is gewoon altijd een hele bijzondere week en die broodjes zijn heel lekker, we bakken ze maar 1 week per jaar. Vandaag zijn eigenlijk de eerste. De eerste echte, morgen komt de pastoor en dan bakken we ze tot en met zondag. En zat het willen. We kijken er altijd naar uit en dan zeggen we, oh ja, het is de hupkes en dan komt Sinterklaas weer. De hupkes is eigenlijk de voorloper bij ons. Ja, dit zijn toch altijd wel de dan. Dan heb je altijd producten die heel even in een jaar hebt. Pepernoten vind ik ook dan zo lekker van een handelstaaf. Vult Sinterklaas, gaat ook wel taai harten. Die hebben we al gehad, de blok. Vorige week. Zijn die al in de uitzending geweest? Nou, die vlog is gemaakt. Op de vlog over Thaï achter een bakvlog. Nee, maar ook dat we maar eten, dat was Dus ik ga weer verder met de hupjes maken. Ik ben in Fijnaard, bij de bakkerij van mijn broertje. Daar hebben wij een bakmiddag. En dan bij de bakmiddag gaan wij producten vergelijken. Dus ik heb een kratje meegenomen met wit brood, bruin brood, verkoren brood. Harde broodjes. We gaan nog wat gebakjes samen beoordelen. En dan komt er iemand van het NBC, dat is... Een instantie die bakkerijen helpt en productcontroles doet. En die man die zegt wat er niet goed aan is en wat er wel goed aan is. En zo kunnen we van elkaar leren. Dat doen we 2 keer per jaar. Dan komen alle bakkers samen, dat is altijd wel gezellig. En hier is de bakkerij van mijn broertje. Fijnaard. Met een hele dikke Porsche deur. Ik weet niet van wie die is. Het is wel een gave wagen. De bakmiddag is achter de rug en ze staan in mij nou allemaal, alle bakkers die gaan weg. Dus ik ben, en kijk, hier is een krat en dit is allemaal brood waar we getest hebben en dan zie je allemaal de verschillen. Ja, allemaal getest brood. En dan hebben we hier het verschil. Verschillende tarwebroden, verschillende volkoren broden, verschillende witte broden. En dit is dan een mooie structuur. En dan, kijk, dit is dan een iets minder mooie structuur. Dit is wat groffer, noemen we dat. Ik ga naar huis. En het was geen Porsche, ik had niet goed gekeken. Maar een Lamborghini. Echt een mega ding. Kom ik daar met mijn Mercedes.
Het bakkersbusje. Ik heb nog twee pakketjes binnen. Dat is iets heel leuks. Ja? Ja? Jullie mogen het openmaken. Welke is het leukst? Je kunt al zien waar het van is. Als je goed kijkt. Mijn muesli. Adventkalender. Dat is leuk. Maar ja, die mogen we nou natuurlijk nog niet openmaken. Wanneer is de eerste dag dan? Oh, we zijn in de grote. Ja. Die zit allemaal cadeautjes in. Ja. En dit is gewoon whisky. Ja, weet ik niet, denk het. Kan ik het openmaken? Ja. Dit is een grote, want die zitten allemaal spulletjes van Elsa en zo in. Of gewoon normale. Het ruikt wel lekker. Oh, dat ziet er wel lekker uit. Ja. Maar... zitten hier dan Elsa dingetjes in of normale? Mogen we er eentje openmaken om te laten zien wat er eigenlijk in zit? Ja. Vooruit dan. Eentje dan, hè? Want eigenlijk, het is eigenlijk vanaf 1 december, hè? Wacht even, mami. Mami? Ja, van Elsa. Dit is een mok. Toch? Ja. Ja. Het zit niet alleen whisky in. Nee, er zit van alles in, ja. Maar dat is wel leuk. Als we, dan doe je hem terug stoppen. We maken nog één vakje op. Ja. Dan weet ik dat je hem langs. Stop je hem gewoon terug in. Wacht, Suzie. Het is wel Duits volgens mij. Niet. Kijk, deze. Kijk. Ja. En een ander vakje? Ja, niet twee, maar vier. Dat is kerst. Ja. Nee, dat is dag voor kerst, hè? Kan wel. Doe het niet. Ja? Nee, niet zo groot. Ja, maar, nee, dat is leuk. Zakjes. Wacht, nee, dat is niet zo. Je doet precies hetzelfde ook als ik meteen. Zo. Ook porselein, maar denk een schaaltje. Ja, schaaltjes. Schaaltjes. Maar jullie wilden zien wat er aan muesli in zit, natuurlijk. Ja. Nog één. Mag ik hem zo openmaken? Nummer 16. Nee, je ziet het echt. Oh, je moet je hoekje uithalen. Nee, dat moet je niet doen. Maar ja, de rest is allemaal misschien wel dan groot. Ja, dan moet het toch een hoekje worden. Ja, dat is muesli, denk ik. Ja. Dus we gaan precies dezelfde. Ja. Met chocolade. Ja. Choco winter. Oké, okay, dan moet weer terug. Nou, dat is wel heel leuk dit. Ja. We zeggen gewoon tegen de rest dat deze rood is gevallen. Ah, daar hebben ze nog ineens in de gaten, ja. Wij zijn onderweg naar Roosendaal. Even bij Maddie's kijken. En morgenavond, dus natuurlijk altijd onze date night op woensdag. En wij zeggen altijd... als die niet door kan gaan, dan pakken we een andere dag die week. Want we vinden het heel belangrijk om samen die avond te hebben, bij te kletsen over van alles en nog wat. Morgenavond gaan we met de jongens, gaan we met het hockeyteam naar Skydive. Dat is een soort luchttunnel. Ook in Roosendaal, hè? In Roosendaal, ja. En dan, is het net of je parachute springt. Ik heb het al een keer gedaan met allemaal bakkers. Dat was de uitnodiging van een bakkerijmachineleverancier. Ja, en dat was gewoon heel leuk. Hè? We hebben een potje van het rijden. Dus wij hadden een mailtje gestuurd. Mogen wij met ons hockeyteam komen en dan een leuke bonusvlog maken? Wat kunnen jullie dan voor ons betekenen? En dat mocht. Dus we gaan met het hockeyteam skydiven. Die jongens hebben er heel veel zin in. Ja. Ik denk dat het ook wel een heel aparte bonusvlog wordt. Die meiden die mogen ook mee, Merel en Eline, want die willen ook heel graag een keer doen. Ja, en die gaan ook zelf natuurlijk de Insta en zo bijhouden, dus dat is ook wel leuk. En ik ga mee om te filmen, want ik ga de bonusvideo maken. Ja, de GoPro. Maar ik ga niet in die tunnel. Nee, ik wel. Ik heb gisteren met de training wel een bal trouwens keihard tegen mijn schenen aan gehad.
Ja, dat heb je verteld. Ja, toen ik vannacht opstond. Maar ik heb er niks meer van gevoeld. Dacht jij gebroken? Nee, niet oh. Nee, gewoon pijn. Oh. Ja, ik weet wel dat het niet erg was, maar het deed toen wel even pijn. Ja, je wordt oude papa. Ja. En hokje zonder scheenbescherm is een beetje, ja. Dat kan niet, hè? Ja, ja, die mannen slaan. Nee, die mannen gaan steeds aanslaan. Ja. Ja. Die mogen ook niet zonder bitje op het veld. Ik denk dat ik aan Sinterklaas gewoon scheenbeschermers vraag. En ja. Een bitje. Ja, ik heb wel een keer zo'n bitje gehad, maar dat was niks. Dan moet ik een goed bitje hebben. Die witte bitjes zijn goed. Ja, die vouwbitjes, of niet? Ja. Die wil ik dan wel. Dus Sinterklaas als je kijkt. Ja, dat is wel heel belangrijk hoor, voor je bitje. Je zou er een bal tegenaan krijgen, joh. Huh? Ja, maar ik doe toch altijd mee met partijtje. Vind ik altijd wel leuk. Voor mezelf ook nog een beetje lekker beweging. Waarom heb ik ook altijd mee? Ja, je bent ook altijd hartstikke moe als je thuis komt. Ja, dat is wel. En ik ga op de fiets naartoe. Ja. Dus ja, dat is ook mijn anderhalf uurtje sport zo in de week, hè? Ja. Want ik ben toch niet van de sportschool, dat hebben wij samen geprobeerd. En dat was niet ons ding. Nee. Nou, ik heb ook nog een wielrennersfiets. Dat heb ik toen wij in Renesse op de camping staan heel veel gedaan. Maar hier in de regio, ja, daar weet je alles al. Ja. Dus daar is het niet zo leuk om te fietsen, vind ik. En dan gaan we gewoon een biefstukje eten bij Los Latinos. Waarschijnlijk, als die niet vol zit. Ja, dan kunnen we naar La Cubanita, vind ik ook wel leuk. Ja. Of de Griek. Of de Griek. Ik weet niet of die open is op dinsdag. Nou, eerst nog even langs de ijssalon. Ja. Dat is altijd handig als we dat combineren. Ja, we proberen daar echt wel. In de winter is dat wel eens lastig. In de zomer gaan we vaker natuurlijk. In de winter moeten we echt wel eraan denken om langs te gaan, zeg maar. Die draaien daar zo lekker hun eigen ding. Dat we er wel, dat terwijl ze bij inschieten, dan denk ik, oh ja, moet toch wel weer een keertje gaan. De bedoeling van die zaak, dat is wel, die hebben wij opgezet. Met de bedoeling dat wij daar zelf nooit werken, zeg maar. Ja. Dus dat we niet zelf daar in de bediening staan. Ze moeten het helemaal zelfstandig kunnen draaien op de werkvloer. En dat gaat tot nu toe eigenlijk altijd goed. Ja. Om die, Het zijn ook zelfbestellingen en zo. Ja. Met ijs maken we dan een Oudenbosch voor Roosendaal. Ja, en alles achter de schermen wordt ook gewoon ook op kantoor in Oudenbosch. En dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. Maar het idee is toen, we hebben toen gezegd, ja, als we erin willen groeien en of uit willen rollen, dan moeten we eerst testen of het haalbaar is dat ze het zelf draaien. En Oudenbosch zou het dan niet kunnen voor nu, want het is te ingewikkeld. Met lunch en alles erbij en de bakkerij eraan vast. Maar zo Roosendaal, ja, gaat eigenlijk wel goed. Ja. En we stonden in een... kregen we blad. Van een kijker of van de Insta, iemand die Insta volgt, in een vriendin. Bak, de bak special van vriendin. Daar stonden we in bij de top 18... IT-adressen. Spots, hotspots. Ja, dat was wel heel leuk. Voor de IT. Dat doen we gewoon al, zijn we 10 jaar geleden nou ons echt mee begonnen. Om de winter te overleven. Ja. Met die gedachte zijn we het gaan doen toen. En dan maken we alles zelf van die high tea. En dat wordt toch wel gewaardeerd. Ja, daar komt echt niks uit. En we hebben heel leuk servies erbij, pip servies. En het wisselt. En dat stond ook precies in het commentaar. En hij is niet zo duur. Dus, ja, alles wordt op pip servies geserveerd. Dus en op het einde heb je onbeperkt ijs. En dat is ook gewoon leuk. En de kinderheid die is Roosendaal zelfs met slushpuppy zoveel als je wilt. Ja, maar dat houdt ook lekker de omloopsnelheid erin, ja. Zodat je gewoon altijd lekker vers ijs kan hebben. Dat doen we niet met een heel klein vitrinetje met maar een paar bakjes ijs. Ja. Dan kunnen we toch weer lekker soorten ijs wegzetten. Hier, de kerstlichtjes hangen al. Zie je dat? Ja, het is toch werkt wel, die klok is verzet. Ja, het is ik heb vandaag nu de lampen voor mijn fiets weer geregeld. Moeten ook veel kinderen toch weer even de lichtjes regelen. Kijk, nou bedacht ik me, even kijken hoe laat het nu is, 6 uur. Want we hebben natuurlijk vrijdag die fotoshoot met jouw ouders. En die hadden we om 6 uur staan in de tuin, maar het is te donker, dus we hebben al naar 5 uur gezet. Ja. Het is echt donker nu al. Ja. De lampen gisteren bij de hockey zijn ook aangezet op het veld. Nou, we zijn er inmiddels. Het ziet er toch wel weer heel mooi uit in Roosendaal. We zijn hier bij de ijssalon. Ik vind die boom is ook mooi.
Ja, kleine lichtjes erin. Volgens mij komen er ook nog kerstboompjes te staan tegen kerst. Dan krijg je ineens Sinterklaas weg natuurlijk. Ja. Dus hier ook altijd de optocht door de straat, hè? Is wel heel mooi. Ja. Ja, Sinterklaas, kermis, carnaval. Genoeg evenementen hier. Jeugdronde. Maar wij gaan even bij de ijsprong kijken en lekker uit eten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar onze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Ik zit naast mijn beste vriendin en mijn potlood lag op de grond. Dus ik ging hem oppakken. Ja? En zij deed haar la dus open. Oh. En hij lag onder haar la. Uh-oh. Dus ging die la keihard hier tegenaan. Mama, ik heb nog iets en toen? Te vertellen. Oh, wacht even. Deed heel veel pijn.